alle mensen en weet je niet meer upload, ik weet het. Sorry, mijn onderkamer daar staat. Vandaag is voor jullie speciaal. Ik heb iets besteld. Het is mijn unboxing, zoals jullie zagen aan de titel van de video. En hier is de doos. Er staat al Logitech teken op, dus. Who knows what it be? Dit is iets wat ik al lang wil. Iets waar ik heel veel moeite voor heb gedaan om hier te krijgen. Ik denk meer dan een maand gekloot om dat ding hier te krijgen. En geld. Zo, je hebt op het moment. Het was niet zo simpel om dat ding hier te krijgen. En ik ga er veel plezier van hebben. Ik dacht ook nooit dat ik dat ding ging kopen. Dat ze niet zo goedkoop zijn en moeilijk te vinden. Al dit model is heel moeilijk te krijgen. Ik heb hier nog de laatste die er nog gemaakt is. Dus ja. Over naar de unboxing. Nu, hetgeen wat we gaan unboxen is iets elektronisch en niet zo gemakkelijk om. Niet. Kostbaar en. Zoals er hier staat, breekbaar. Nu, de reden waarom het een week te laat geleverd is. Door GLS. Mijn favoriete leverbedrijf. Ja, dat zullen jullie niet zien. Mijn adres is goed. Maar zorg dat mijn scherm zo kort bij staat. Ik heb ja, niet echt de mogelijkheid om mijn scherm aan de kant te duwen. Later zal dat wel zijn in mijn toekomst. In mijn uiteindelijke setup. Maar we gaan beginnen met de unboxing. Ik heb de camera zo hoog mogelijk gezet op statief. En we gaan beginnen met het openen. Ik zeg jullie nu al van begin, het is geen sponsorship. Spijtig genoeg. Ja, ik ben heel blij dat ik dit ding heb. Ik moet nog wel nog een aantal games installeren voor te spelen erop. Want voor mij bedoel ik. Want het is voor een bepaald genre games, wat ik niet niks geen enkel spel van heb, maar wel heel veel interesse in heb, maar nooit echt heb gekocht. Dus de Unreal. Nog een doos. Van Logitech zelf. Oké. Oh, jullie zien het. Jullie zien het. Ah. Oh man, ik heb gedroomd van de dag om dit te ontvangen. Letterlijk, sinds ik dat ding heb besteld en ik het volgende heb gezien. Dus je kunt zien, het is een X56 HOTAS van Logitech. Dat is een van de laatste uitgebrachte HOTAS systems. Ja, ik weet geen muis nog, maar die is even opgevallen. Dus, X56 HOTAS. Een RGB throttle en stick controller. Dat kunnen we waarschijnlijk niet lezen, want mijn camera niet meer moet werken. X56 HOTAS. Ik heb al gezegd. RGB throttle en stick controller. HOTAS staat voor hands on throttle en stick, voor de mensen die het niet weten. En ik had de doos al groter vaak. Dit is mijn hoofd. En dit is de doos. Het is wel een Zava doosje. Oké, dus we gaan eens kijken op de achterkant. De belangrijke features. RGB, dat is het hoofd. Mijn verslaafd aan RGB, dat weet iedereen. VR, ik weet het ook niet wat het betekent. Hier, controls right under your finger. Controls right under your finger, featuring stinnetly the... Ah, dat je dadelijk aan alles kunt. Interessant. Six dof, wat betekent dat? Additional menu unlocks. Controls achieve pitch roll. Ah, dus hoe ik het ga instellen, gaat de flight stick zijn voor rollen naar links en rollen naar rechts en naar beneden en naar boven. Dan heb ik nog een extra stick van achter voor de control om zo pan tilt te hebben, pan draaien. Maar ja, hier staat er nog iets interessants voor door staan. Nee. Is weer een doos voor op mijn Gallery of Boxes. Ik ga hem de camera terugzetten om hem te unboxen. Flapje over, snel als ik het vind, hier.
Ja. Mijn mat is een beetje bot. Heb ik dan druk. Oh, hier is nog ook dan. Lol. Dus, the legendary moment. Are you kidding me? Blijkbaar was het twee laars. The legendary moment. The opening of the box. Nog meer karton? Weet je wat, weet jullie wat ik met boekjes doe? Wil je het zien? Weg. Ik ken het al. Ik weet hoe elektronica werkt. Dat lijkt me stil, maar... Het is niet zo moeilijk om een elektronica te gaan. Tadaa! Godverdomme, nog maar plastic en sinus niet wat dit is. Ziet er wel interessant uit en oeh. Feels good. Karton. Ook weg. We gaan eerst. Throttle of float? Float. Goed zo. Flight stick. Is dat throttle? Wacht, wacht. De stick zelf, want het is gedimiteerd. Oké, dus. Het is blijkbaar een zakje waar het in zit. En nou shit, was wat anders. Pak een kartonnen doos. Dat is wat ik met toetsenbordje had, een kartonnen doos. Wat de fuck is dit nu weer? Iemand die er iets verstand van heeft misschien. Ik heb softboxen moeten halen. Oké, dus nu is het alleen de stick. Oh, dat voelt kwalitatief. Oh. Oh, die klik, luister. Oh, dit voelt goed. Wow. Luister. Hier blijft een klote plastic. Maar what the fuck? Oké, dus. Dit zijn... Oh joh. Hoe vaak, hè? Ik heb dus deze knop. Deze knop. Deze joystick. Hier weer een knop. Ach, hier. Hier nog een hendel. Contacten, daar hebben we niet op letten. Die hebben we al gehad. Hier een knop. Shoot. Nog een... Additional joystick en nog een D-pad, toch wat? Drie soorten D-pads, een fireknop, nog een joystick, een knop. Ja. Moet ik die 50 euro overschrijven? Ah ja, ik zal u die geven. Ja? Ik zal u die geven. Ik wil al zo lang geregeld hebben. Master 50, een beetje zo'n ding. Ja, zo'n ik ben bezig. Kijk. Wacht, even wegsteken. Dat is de vieste. Hoe goed kwalitatief dat ding houdt. Ja. Dat is wel 300 euro opgepakt. En ik kies wat dozen van dingen dat zijn. Die moet ik monteren. Dan ligt veel plezier. Merci. Zit je aan het filmen of zo? Ja. Heel goed, een groot moment voor me. Ik had nooit gedacht dat ik zo een ging kopen. En dat die zo duur waren en zo moeilijk te krijgen. Morgen nog werk. Ja, morgen ga ik GTA opnemen met de jongens. Het gaat waarschijnlijk maar 2 uur duren. Minecraft, ik sta nog op na te kijken. Ik moet nog heel veel editen. En ook nog morgen Ark met Noah. Ik moet GTA en Ark nog installeren, zodat ik deze nacht laten draaien. Degene die eerst op is morgen laten de hond uit, de andere misschien. Ik zal ons middags uit laten, maar ik ga waarschijnlijk niet op sinds morgens. Oké. Oké, dus wat ik wil zeggen, het voelt redelijk kwalitatief aan, gelijk mijn Nacon controller. Mijn vorige draadloze controller, en nu heb ik die Xbox controller. Die is ook echt geweldig. Maar wacht, ik ga die er voor de vergelijking eens bij pakken als ik hem vind. Ze voelen qua plastic hetzelfde aan. Maar ik heb niet echt een ander apparaat van Logitech voor het mee te vergelijken, maar... Ik ben ook echt... Ja, mijn hand... Ik had de stick kleiner verwacht, omdat ik redelijk grote handen heb. Kijk, mijn top van mijn vingertop, mijn onderkant is 20 centimeter, dat is een vrij grote hand. Maar, ik had die stick veel kleiner verwacht. Oei, joh. Echt waar. Dit is een forse rot van mijn hand. En ga zelfs de flight stick. Dit ding ga ik nu bekijken. Ik ga de flight stick proberen recht te zetten. Nee, dat gaan we niet doen, want ik ga dan vallen. Zo. Dit is dus een extra
plaatje. Ik heb bijvoorbeeld niet wat het is. Dat is wel ergens verdienen. Ik zou zelfs nog naar een boek kijken. Ah. What the fuck is dat? Stuk pas. Oh nee, dat is gewoon een verpakking. Dit is denk ik de cover-up voor de Hotas. Fight stick. Oké, nu. Een ander. Het andere gedeelte. Oh, gewoon met de flight stick verder, sorry. Oké, dit is dus de base van de flight stick. Nou, wat is het? Oh, hier. Hier is het dichtgemaakt. Echt softboxen kopen in mijn belichting is kut. Dus dit is de base. Nee, de switch zit op de andere. Maar daar komen we zetten. Oké, dus een vrij lange kabel waar het zit, want ik heb meerdere poorten. Oh, die stijf, gek. Oh, joh. Maar dat moet ook. Voor de rest niks. Ja, softpad, dingen, contacten. Vrij stijf. Maar ik weet dat ik eigenlijk de stopfase moet aanpassen. Dan heb ik nu nog geen goesting. Hier staat dus op. X56 Advanced Control Flight System Mac. Ik weet bij god niet wat ze bedoelden met Mac, maar het zal een worst wezen. Hoe de fuck verbind ik dat ding? Ik ga niet proberen te verbinden. Oh, kijk, okay. Hier is zonder oor. Oh, als iemand die ook moet kopen, hier zit een schroef. Draai hem even voor te boven en die klikt. Dus je moet kijken, hier heb je zo een blokje. Dat is niet echt voor een meter. Een softbox op. En hier heb je een uitsparing voor de blok. En die moeten mooi overeen komen. Dat is ook wel logisch, aangezien de richting op dat ding staat. Doe je die helemaal naar beneden en dan draait je zo de dingen aan. Maar ik weet niet of die tot volledig beneden moet. Ik denk het wel, dus is het vast. Oké, dus. Hier zijn gaatjes om door te kijken voor een vaste schroeven. Vierter. Elke hoek 1. Zo je langs boven kunt zien. En uitsparingen voor de schroefkop. En dit voelt. Wauw, dit voelt geweldig. Ik kan me al voorstellen. Fire! Boom, boom, boom. Oké, dus mensen, dit is de flatstick. Ziet er heel goed uit eigenlijk. Dit is de X56. Ik wil origineel eigenlijk de X55 Rhino. Maar dit is niet de Rhino. Dit is de Warthog versie, denk ik niet. Nu, het ziet er redelijk egaal en mooi uit. Ik zal het proberen. Het gaat mogelijk zijn dat ik voor het gebruik van die, voordat ik die echt in gebruik heb, gaten ga boren in mijn bureau. Hier waarschijnlijk. En aan de andere kant van de doos. En dat die daar vastgeschroefd wordt, bouten door. En dat wanneer ik het niet gebruik, mijn muismat erover rolt. Want het is een grote muismat. Maar dit is dus al de houttest. Of, ik blijf houttest zeggen, de flight stick. Dat plaatje hebben we daar niet bij gebruikt. Je zelf eens nog maar eens in het boekje kijken. Doosje. Ah, dit zijn de extra springs. Wacht, eens kijken. Godverdomme, ga open, dikke nest. En ik kan normaal eens in de vering van het apparaat vervangen. Ja, dit is een iets straffere veer. Dit is een minder straf. Ik zie het al. Deze is geel gecoat. Deze is blauw gecoat. Normaal is de blauwe, of de geelste, ik weet het nog niet. En dit is de rood gecoat. Ja, deze is rood. Dit is de sterkste. Oké, dus blauw is kleinste, geel is groter. Wacht, ik heb wat te zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hier hebben jullie een blauw streepje, een geel streepje en een rood streepje. En dat wordt een. Blauw is een kleiner sterke, geel is een iets groter sterke en rood is een groter sterke. Dus voor flight stick movement. Maar zolang ik hem niet vast heb gezet, nu staat de groene normaal gezien op de flight stick. Zolang die niet vast staat, hou ik de stok vering en gaat die mooi terug in een doosje.
Want als ik sterker vering gebruik, ook als ik ga doen, omdat mijn handen vrij groot zijn en vrij sterk en ook veel movement nodig gaan hebben, ja, beweging, dan ga ik waarschijnlijk andere vering zetten, maar dan moet ik hem vastzetten. En nu? Ja, daar kijken we later naar. De throttle. Waar ik de gashandel voor stond, meer dan rond zeggen. Dit ding voelt ook al kwalitatief onder de plastic aan. Oké, dus. Zak eens open. Tadaa! Mensen, ik presenteer u de throttle. Deze heeft RGB verlichting. Dus dat is al een must. Weer een lange kabel, ik denk van zo'n lengte. Van allerlei potentiometers. Zo, hier zijn nog switches. Dat zijn maar push switches, push button switches. Dry state. 0, 1, 2. Dus heb ik er dan 4. Waarschijnlijk voor landing gear en zo. En dan nog switches, hetzelfde. En dan mode control. Dit is iets wat Rhino had ook enorm chic van. Dus als ik switch, bijvoorbeeld. Ik ga nu maar eens zeggen. Flaps. Flares. Landing gear. Nog meer nest. En dan naar mode 2. Dat die andere dingen aanneemt. Bijvoorbeeld raketten. Kanon. Tank. En dan nog iets, dan nog van al. En dan nog naar iets anders gaan, nog weer andere knopzettings. Dus eigenlijk een settings button. En we over naar de stick zelf. Oh man, deze. Oh. Het voelt zo goed dat te bewegen. Hier heb ik een adjustment. Ik weet niet, niet wat het doet. Ah, het zit hem vaster. Oh man, die moet je wel. Wacht. Je wil serieus wel kraag opzetten. Ah ja. Het heeft rubber feet. Kijk, dan zetten we die rubberen pootjes onder. Want deze mag je zien ook. Ja, dan beweegt hij niet als je flight doet. Ja, ziet. Dat is niet bepaald dat je moet vastzetten, maar ik ga het dus nog proberen. Maar dan gaan we nu niet naar. Denken. Zo. Je presenteert dat staan. Ja, dat was een rare movement. Maar hier hebben we dus een dial met de rollen die een einde heeft, heb je een idee? Ja. Hier hebben we nog een deel. Ah nee, dit is een state deel. Hier hebben we nog een joystick. Nog meer knoppen met joystick mogelijkheid. Nog een dial. Als het goed is, hier nog meer knoppen. Dus nog meer dry state, switching. En dan nog gewoon twee push buttons. Hier is dan nog een knop voor de locking mechanism. Normaal gezien. Oh, ja, kijk. Dit is dus de reden waarom ik voor deze heb gekozen. Er zijn nog goedkopere modellen die onder de 100 euro verkrijgbaar zijn. Dit is dus ver over. Maar dit is het goedkoopste en het model wat dit heeft. Zoals je kunt hier zien, is hier een spleet. En die spleet is omdat het twee throttles zijn. En dat is handig. Dus als ik deze nu unlock via een klein hendeltje dat hier zit. Kijk, er staat ook lock bij. Als ik die induw. Wacht, ik moet wel gelijk staan. Die induw, dan hoort gewoon een kliksje. Dan duw ik tegen ene. Of tegen de andere en dan gaan ze gelijk. Maar op het moment dat ik deze uittrek, zoals je hier kunt zien, kijk, wacht. Dan gaan ze apart. Dan heb ik bijvoorbeeld gas. En dat is dan wel remmen. Maar als ik mijn autosturing zou doen, wat ook dom is. Rem. Ik zeg ze maar iets. Of motor 1. Motor 2. Waar als ik een soort skydrift wil doen. Maar van het moment dat ik de lock wil inschakelen, dan gaat het gewoon een pinnetje hier. Even zien. Hier is een pinnetje aan mijn vinger. En dat gaat in en uit zodra ik aan de lock. Is hem unlocked? Oh, dang het. Dit positioneren is enorm moeilijk. En zodra ik hem induw, dat is hem locked. Dus ja, dat is een vrij leuk iets. Is dan bijvoorbeeld Skydrift dat hij zo eigenlijk
één motor zuigt meer en dan krijg je ook zo'n kraag tussen het drijven in de lucht. Ik ga nu mij even in de doos nog vertiepen om te zien of er nog iets in zit. En daarna ga ik een opstelling maken en ga ik eens proberen. One eternity later. Oh shit, kijk dit! Oh damn. Maar voor de dat functies heeft. Maar waarom doet dat bij Skat? Oké. Hele uitleg waar ik geen ballen heb. Oké, dus het boekje wil niks aan. Ik heb letterlijk geen bal in dit boek staan van wat dat plaatje doet. Ja, boeien. Vermoeden. Ik denk als een vermoeden heb voor wat dit plaatje die wonder. Het kunt je klikken over de flap om je hand hoger te leggen. Dat je beter ondersteuning hebt. Maar nu ga ik dus een test doen hoe het voelt voor mij. Ik heb geen game, maar wat heel klot is, ik ga het sowieso nog testen. Maar dit is gewoon de unboxing. Maar ik ga... What the fuck is die ding dan de hele tijd? Dan zal het licht flitsen. Oké, dus. Alles staat op 0. Goed. Stel, ik geef gas. Ik krijg feedback. Trek op. Hop. Oké, ja. Dat is echt zo kloot. Een hardware hebben en er geen game voor hebben. Maar, nu als zonder dual lock spelen. Gas 1, gas 2, hop. Een airdrift. Daar. Ik vind de stok weer eigenlijk goed genoeg. Je gaat sowieso uitleuren, dus ja. Landing op. Stok is draaien, ja. Op, gas los. Lock. Als ik dus een mode switch, dan zit je aan ja. Je hebt M1, M2 en S1. Dat is nou één. Switch 1, landing gear uit. Landing gear is uit. Ja, hop. Ja. Flaps. Nou, wacht, wacht. Ik denk dat omhoog is flaps uit en omlaag of andersom. Dat je zo. Ja, dat je echt switchen hebt. Dit zijn toggles. Dit zijn momentarily en dit is toggle. Dit zijn mijn volume dials, rode 3. Eerst draaien we 270 graden, mooi. Lock terug, ja, mooi. Joysticks, echt waar. Deze route is zo afzien. Nou, ik denk dat ik de Logic software nog heb. Dit is dus video 1 en ik ga nog een video maken waar ik een test en dan mee speel en zo. Ja. Maar dit was onze eerste video en ik vind het een enorm leuk iets om mee te spelen. Echt, ik had nooit dacht dat ik ooit een hoogtest ging hebben. En dan zei ik, deze is stroef. Ja, wat joh. Maar ik wil jullie bedanken bij deze verkeerde deze video. Want het is echt een gek ding van me. Ik heb meer dan een week te wachten op dat ding te unboxen. Want ik was namelijk met mijn papa, dus ik kon het niet unboxen. Maar ik zat wel. Ja, bro. Daarbij wil ik jullie bedanken voor het kijken en... Tot de volgende. Yo.